En vanavond laten we u opnieuw beelden van een inbraak zien. Een bende van minstens 5 personen doet haar uiterste best om binnen te geraken in een slagerij in Gent. Na verschillende pogingen krijgen ze de deur open. Op 15 januari van vorig jaar, rond 22:30 s'avonds, loopt een groepje van 5 mensen in de Sint-Bernadettestraat in Gent. Rechts van hen is de zijdeur van slagerij Van de Velde, waar ze zullen toeslaan. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Ze verstoppen hun gezicht achter sjaals en mutsen. Ze verdwijnen om de hoek. Bijna meteen daarna lopen ze terug voorbij. 2 van hen bellen aan, maar ze wachten niet op een antwoord. Terwijl ze weer weglopen, kijkt 1 man recht in de camera. De vrouw gaat voor de deur staan, terwijl de 5e man over het zebrapad naar de hoek van de straat stapt om de wacht te houden. De vrouw wacht tot de man op post staat en de kust veilig is. Ze luistert een tijdje aan de deur. Daarna belt ze enkele keren aan. Als ze besluit dat de kust veilig is, komt de man die de wacht houdt haar helpen. Hij tilt haar in de lucht, zodat ze door het raampje naar binnen kan zien. Plots maken de 2 zich uit de voeten. 10 minuutjes later komt de vrouw terug met een andere kompaan. Ze heeft nu een dikke muts met berenoren opgezet. Ze gaat voor de deur staan om het zich te blokkeren. En ondertussen begint de andere dief het slot uit de deur te boren. Maar plots staakt hij zijn poging. Er komt een auto aan. Om geen argwaan te wekken, doen de 2 alsof ze een koppeltje zijn. Zodra de auto voorbij is, doen ze verder. Het hele tafereel herhaalt zich verschillende keren. Telkens stoppen ze even en doen ze alsof ze kussen en knuffelen om voorbijgangers op het verkeerde been te zetten. Na zo'n 20 minuten lukt het om het slot uit te boren. De 2 verdwijnen om hun kompanen te gaan halen. Een kwartiertje later komen ze terug met z'n 4. Met een schroevendraaier en een zaklamp krijgt de man de deur nu gemakkelijk open. Hij en de vrouw houden buiten de wacht terwijl hun 2 kompanen naar binnen verdwijnen. Daar ontmantelen ze het alarmsysteem en schakelen ze de elektriciteit uit, zodat ook de bewakingscamera's uitvallen. De inbrekers kunnen nu ongestoord geld uit de kluis stelen. Misschien herkent u een van de 5 daders op de beelden. Als eerste is er de vrouw. Zij komt het best in beeld. Ze heeft lang haar in een staart en draagt een dikke winterjas met een pelskap. De man met wie ze een koppel speelt komt ook goed in beeld. Hij heeft een donkere ringbaard en draagt een muts en een winterjas met bontkraag. De 3e dader is een van de mannen die binnengaan in de slagerij. Hij heeft een lang scherp gezicht en draagt een geklede mantel, een sjaal en een muts met daarop een zwarte bril. De 4e dader is ook binnengegaan in de zaak. Hij heeft een gewatteerde jas aan waarvan hij de kap over zijn hoofd heeft getrokken. Hij draagt een schoudertas. De 5e dader tot slot is degene die op de uitkijk stond en de vrouw optilde. Hij heeft een rond gezicht en draagt een gewatteerde jas, een muts en een sjaal. Ook hij heeft een schoudertas. Alle tips en informatie zijn welkom op het gratis nummer 0800 30300 of via mail.